I'm gonna give you a special pass. Yeah, what is it? Which one? Yes. Which one do you like? I like this one. You like I've that? I've seen it in the Kroegenpark. How much is this? I'll give you for 70. 70? Oh, no. How much? I want it for 25. Oh, 25. Since we added something to Vrouwen en winkelen. Man, man, man. Slechte combinatie. Het echte Zuid-Afrika ziet en niet alles mooier gemaakt dan het is. Als je met een met een realistisch beeld naar dit land kijkt, is het best wel slecht aan toe. We staan nu in Kaapstad. Het zou sowieso Berlijn of Parijs kunnen zijn. Maar als je verder buiten de grenzen van die steden kijkt, is het heel veel armoede. Verschrikkelijk enorm grote contrasten tussen arm en rijk, tussen vervuiling en mooie natuur. Tussen arm en nog veel armer in dezelfde wijk. Ja, het is echt zo verschillend. Het is echt niet normaal. Er wordt altijd gesproken hier dat het vooral gaat over eerste levensbehoeften daar. En ik wil graag kijken of dat dan echt zo is of niet. Ik ben er onderhand wel achter dat het vooral toch voor het geld is. Ja, ik vind dat wel jammer. Ergens had ik het misschien wel een beetje verwacht. Maar ik had toch de hoop dat het toch misschien rooskleuriger was. En dat blijkt niet zo te zijn, ja, dat vind ik wel jammer. Maar ik heb wel hoop voor dit land. Omdat we hele mooie projecten hebben gezien waar aan de ene kant waar heel praktisch wordt gewerkt. Dus echt mensen geleerd wordt om korte termijn een vrij makkelijke oplossing voor luchtvervuiling en voor het verbruik van kolen. En aan de andere kant, nu in Kaapstad bij de organisatie, wordt er veel meer ook aan lobbying gedaan. En wordt er veel meer ook de politiek geprobeerd de politiek te beïnvloeden. En dat laat wel zien dat in dit land op beide vlakken, dus zowel bij de overheid als ook bij de mensen thuis, er heel hard gewerkt wordt aan een verandering. Ik ben niet zo'n ecologische hippie, vind ik zelf. Of ik hier van een milieuhippie word, denk het niet. En ik hoop het ook niet. Ja, dan ben ik nog steeds niet. Maar ik ben me wel iets meer van bewust dat het echt slecht met de aarde gaat. Met eentje kan je daar weinig aan doen, maar het zijn maar kleine dingen waar je op kan letten. Dus je afval weggooien, niet in de natuur en allemaal van die kleine dingen. Dus dat heb ik wel geleerd. Maar of ik nou na deze reis minder ga douchen of weet ik wat andere dingen doen, dat weet ik niet. Dat denk ik niet eigenlijk. Ik vind dat je als mensen anders met de wereld om moet gaan, omdat we dat nu niet goed doen. Ja, hoe mensen in Nederland toch echt nog veel meer zich in het dagelijks leven bewust moeten zijn van wat voor een effect hun gedrag op het milieu heeft. En hoeveel water verbruik ik en hoeveel stroom. En misschien dan ook die link maken met wat betekent dat voor mensen in Zuid-Afrika als jij zoveel water gebruikt. Wat zou iemand in Zuid-Afrika daarmee kunnen doen? Of hoe word je bewust van wat je hebt? En ja, denk er dan even iets meer over na. Ik denk dat dat mijn boodschap wordt. Ik heb geen zin om een heel zielig praatje van ja, kijk die mensen nou arm zijn. Die zo'n Giro 555 ding opzetten, want dat hoeft van mij niet. Maar gewoon zeggen hoe het echt eraan toe is in dit land. Dat het land veel mooie mensen heeft. Mooie steden, mooie landschappen. En dat de mensen echt heel mooi zijn. Het is zo heel anders dan wanneer je als toerist hier bent. Dat je maakt zoveel andere dingen mee. Je komt zo echt bij de mensen thuis. Maar je gaat echt meer de diepte in. Dus ik denk dat heel knap is van To Get There om dat op die manier te kunnen organiseren.